Afgelopen donderdag was ik een van de verhalenvertellers op de brandgrens in de Binnenstad. De vraag was om iets te vertellen over verwachtingsvolle dromen en hoop. De titel van mijn verhaal is Grens. Welke verwachtingsvolle hoop had men op 21 februari 1944? De oorlog duurde al bijna vier jaar. Is de hoop op een voorspoedig einde dan groter in vergelijking met één of twee jaar eerder? Ik heb geen idee. Ik ben geboren in 1951. Mijn ouders spraken alleen in anekdotes over de oorlog, alsof het een spannend boek was. Als jong manneke vond ik die verhalen inderdaad reuze spannend. Luchtalarm, omdat er overvliegende V2's waren. Waardoor men ogenblikkelijk dekking moest zoeken in een sloot of huis. Verduisterde huizen met een knijpkat als enige verlichting. Gesmokkelde boter en aardappelen in huis. Ik kon geen genoeg krijgen van deze avonturen. Maar in mijn herinnering geen enkel woord over verwachtingsvolle hoop. Ik ben ervan overtuigd dat die gevoelens er zeker waren. Alleen werd er in mijn bijzijn niet over gesproken. Wat geweest was, was geweest. Mijn ouders zijn allebei al geruime tijd geleden overleden. Ik kan ze het niet meer vragen. Vanavond staat het doorgeven van verwachtingsvolle dromen en hoop centraal met de brandgrens als verbindend element. Wat geweest is, is geweest. Maar wat geweest is, kan wel helpen bij het oproepen van verwachtingsvolle hoop. Ook wat betreft grenzen. Bij mij in ieder geval zeker. In 1973 bezocht ik Oost-Berlijn. De scheidende werking van de muur maakte een diepe indruk op mij. Ik zag aan de westerse kant van de Brandenburger Toor tientallen mensen op een verhoging staan. Ze keken naar het oostelijk deel. Naast mij keken mensen met een verrekijker naar het westelijk deel. Ze zwaaiden uitbundig als ze bekenden zagen. Aan die onbereikbare overkant. Ik sprak er met mensen die de verwachtingsvolle hoop hadden dat er een betere tijd zou komen en dat ze weer vrij naar familie aan de andere kant van de stad zouden kunnen gaan. Die verwachtingsvolle hoop kwam uit op 9 november 1989. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Die tv-beelden staan in het collectieve geheugen. Van mijn generatie gegrift. De blije gezichten van Oost-Berlijners, die ineens over een half afgebroken muur naar het westen konden lopen. Of de verbaasde blikken van de grenswachten, toen Trabantjes zomaar naar het westen reden, alsof ze niet konden geloven dat het werkelijkheid was. Verwondering en blijdschap overspoelde de wereld. De muur was gevallen. Daarom hou ik de verwachtingsvolle hoop. Dat de muur die Trump aan de grens met Mexico bouwt geen lang leven beschoren is. Wat geweest is, is geweest. Daar moeten we van leren. Nog een voorbeeld. Noord- en Zuid-Korea liggen aan twee kanten van een scherpe grens. Ook in Europa worden nieuwe barrières opgeworpen om migrantenstromen uit alle delen van de wereld tegen te gaan. Alsof men wil zeggen: blijf vooral. Aan je eigen kant. Ik maak me gigantisch zorgen om deze ontwikkelingen. En toch blijf ik optimistisch. Dan denk ik terug aan Noord- en Zuid-Vietnam. Beide landen waren jarenlang in een heftige oorlog verwikkeld. Het was onmogelijk om van de ene naar de andere kant te gaan. Het leidde tot felle protesten in de hele wereld. Een beetje student in Nijmegen deed aan die protesten mee. En nu? In 2007 reisde ik zonder problemen door Vietnam. Er was geen sprake meer van twee kanten. Wat geweest was, was geweest. De verwachtingsvolle hoop van velen was uitgekomen. Ook uit deze historie moet een positieve les getrokken kunnen worden. Ik hou hoop dat Koreanen ooit zonder problemen door het hele land kunnen reizen. Vanavond worden verwachtingsvolle dromen uitgesproken op de brandgrens van de binnenstad. Aan beide zijden van die op 21 februari 1944 nog niet bestaande grens waren er verwachtingsvolle dromen. Verwachtingsvolle hoop is niet aan een grens gebonden. Toen niet. Nu niet. Morgen niet.